Ja, Pieter, net een persbericht de deur uit gegaan dat de ploeg doorgaat. Ja, ik had er al iets van gehoord, maar ja, ik ben er zeer blij mee natuurlijk, hè, dat het nu definitief is. Wij als renners weten natuurlijk ook niet hoe en wat er zich precies allemaal heeft afgespeeld. Dus, maar ik ben in ieder geval blij dat het doorgaat. Spannend geweest ook voor jou? Ja, spannend. Ik heb me er niet echt druk om gemaakt. Ik heb altijd wel vertrouwen erin gehouden dat het alweer gehad ook dat het gewoon goed ging aflopen. Dus nee, ik heb het niet echt van in de stress gezeten of zo. Nee. Maar hoe heb je het allemaal gevolgd? Ben je er wel veel mee bezig geweest? Zeggen van nou ja, ik wacht wel af en ik zie wel of ik volgend jaar nog prof ben. Ja, het laatste eigenlijk. Oké. En dan nog, daar had ik altijd eventueel nog op zoek kunnen gaan. Hè. Het is wel een beetje laat natuurlijk, maar ja, ik heb er gewoon wel vertrouwen in gehouden dat het gewoon goed ging komen. En nou ja, het blijkt ook dus. Je had een aflopend contract. Ik weet ook dat jij wel een aanbieding hebt gekregen. Betekent dit wel, nu de ploeg doorgaat, dat jij ook bij Roompot Charles, zoals de ploeg gaat heten, gaat fietsen? Ja, ik blijf gewoon bij de ploeg. Ik heb het hier gewoon naar mijn zin. En ik zou niet weten waarom ik hier weg zou moeten gaan. Het zal wel iets anders uit gaan zien. Natuurlijk wat meer Belgen erbij. Niet meer typisch Nederlands. Ja, maar ja. Het is Belgen zijn ook gewoon mensen. Hè. Ik bedoel, dat maakt op zich niks uit. Ik heb altijd met veel buitenlanders in de ploeg gereden. Ja, behalve dan maar Roompot. Dus dat maakt helemaal niks uit. In ieder geval wel een goed begin voor jou. Je bent net hier aangekomen. In ieder geval een goed begin van het WK voor jou. Ja, het is in ieder geval natuurlijk. Ik kan beter dit nieuws hebben dan dat het anders was geweest natuurlijk. Dus ik ben zeker wel blij mee. Wat zijn jouw verwachtingen van het WK? Zwaar, slopend, afmattend. Ik denk uiteindelijk dat de beste gaat winnen hier. Dus als Nederland zijn, hebben we gewoon een sterk collectief. En daar moeten we proberen iets mee te doen. Dus we hebben nog geen bespreking gehad, geen ploegenbespreking gehad. Dat gaan we vanavond pas doen. Dus dan zullen we gewoon even horen hoe iedereen zich voelt en wat iedereen denkt. En dan gaan we wel zien hoe het gaat lopen. Wat vermoed jij, wie gaan de kopmannen zijn bij Nederland? Ja, wat denk je zelf? Jij? dat denk je niet. Dus, ik denk dat we hier voor dit parcours gewoon... wel een aantal goede jongens hebben, maar ja, Dumoulin natuurlijk, Poels, Mollema. Die steken er denk ik wel een beetje bovenuit. Daarachter heb je gewoon ook een hele sterk blok. We moeten gewoon even allemaal even afwachten en even kijken hoe iedereen zich voelt en hoe en wat. En dat, we gaan er gewoon proberen iets leuks van te maken. Ja, we gaan nu een rondje fietsen. Is dat gauw die lastige laatste klim verkennen alvast? Nee. Ik had 4 uur vertraging vandaag. Dus ik ben eigenlijk net aangekomen. Dus ik denk voor het donker nog even snel even een uurtje fietsen. Dus de hele dag op een luchthaven omhangen, daar word je ook vaak niet beter van. Een beetje frisse lucht is altijd wel lekker dan. Goed. Geniet van die frisse Oostenrijkse lucht. Dankjewel.